Welkom vandaag bij de tweede aflevering van Brunch en Babbels. Met ook deze week natuurlijk weer onze kok Corjan van de Hoge Heide. Heb je zelf gewangen? Ja. Nou, dat wordt genieten, denk ik. Ik ga het maken ermee. Natuurlijk hebben we dan Kinderhulp Bonaire met al zijn nieuwe activiteiten. Groot nieuws. Jan van der Blijk met alles over flora en fauna. En Foundation Konuku Kako. Maar we gaan beginnen dus met Kinderhulp Bonaire. Dat is een nieuwe stichting. Mijn eerste gast is Louise Boekenstein. Ze zit naast mij. En zij is de oprichter van de Swim Academy Splash. Ja. Klopt, hè? Ja. Wat is het voor opleiding? Het is een zwemschool op Bonaire. Ja. En wij geven zwemles aan kinderen van 0 tot senioren. En dan alle leeftijden in het midden. En wij geven les conform het NRZ, Nationale Raad Zwemveiligheid. En dat is een speciale licentie vanuit Nederland. Top. We hebben elkaar gevonden. Want onlangs is opgericht de Stichting Kinderhulp Bonaire. En ja, die willen allerlei projecten doen. Maar het project wat de eerste hoogste prioriteit kreeg van het bestuur, was het grote probleem dat er nou meer dan 100, misschien wel 200 kinderen zijn op Bonaire die niet kunnen zwemmen. En met name ook de oudere kinderen zullen dat ook nooit meer die kans krijgen. En waarom kunnen ze niet leren zwemmen? Simpelweg, het is te duur. Een grote groep. En niet is het duur omdat mensen heel erg arm zijn, maar als jij een alleenstaande moeder bent met 3 of 4 kinderen, dan wordt het al heel gauw te duur. Ja, dan. Dus wat doet Kinderhulp Bonaire? Die durft geld te gaan vragen, dat de mensen bij jou de zwemles kunnen gaan volgen. En dat ga je doen voor ons, voor een hele speciale prijs. Dan ga je ons tegemoet komen, zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen leren zwemmen. Maar voordat wij echt in gesprek gaan, gaan we eerst even kijken naar een gesprekje wat ik gehad heb met Chaedra Parameo. En zij is een wijk, een sociaal werkster, midden in de wijk, waar eigenlijk de kinderen wonen. Zij kent de kinderen ook werkelijk, die echt behoefte hebben en ook noodzakelijk dat die leren zwemmen. Ze kent hun situatie, ze kent hun gezinnen. Dus zonder haar eigenlijk zouden we nooit te weten komen wie dan echt voor een aanbieding. We kijken even naar dat interview. Ja. Uit alle onderzoek hebben we een inschatting gemaakt dat er toch zeker minimaal 100 kinderen zijn op het eiland die niet kunnen zwemmen of misschien een beetje kunnen spartelen, maar in ieder geval geen zwemdiploma A hebben. Die kinderen moet ik zien te bereiken, want als ik ga zeggen, jongens, je kan gratis zwemmen, willen we allemaal, hè? Ja. Dus ik wil graag die kinderen helpen die we kunnen moeten helpen. Ja. En jij hebt daar een antwoord op. Ja, inderdaad, op Bonaire zijn ongeveer, ik denk meer zelfs, kinderen die niet kunnen echt goed zwemmen. Ze hebben een aantal kinderen die kunnen wel zwemmen, maar ze hebben echt geen diploma's. En ze hebben zelf geleerd zwemmen, omdat hier op Bonaire zijn de stranden toch mooi. Ja. Dus eigenlijk dat. Maar niet dat ze goed of de technieken weten, dat weten ze niet zo goed. Hoe moeten ze eigenlijk goed zwemmen, dat moeten ze goed zwemmen. Ja. En veel van de kinderen hier op Bonaire willen bijvoorbeeld politie worden of brandweerman worden. Maar voor dat moet je ook een zwemdiploma krijgen. En wat ik eigenlijk van de ouders heb gehoord, is dat voor zwemles kost wel een beetje geld. Ik weet hoeveel geld. Ja, het kost $15 per kind per les. Je hebt ongeveer 50 lessen nodig. Je praat over $750. En dan zou je maar 6 kinderen hebben. Ja, dat is echt heel veel. Ja, ja. En de meeste ouders die ik ken, weet je, in de wijken, hebben meer dan 3 kinderen. Ja. Ja. Ja, en dat is eigenlijk. Gaat je bijna over 2.500 wat je nodig hebt. Dus dan moeten ze gewoon zelf leren zwemmen. Ja. In de zee. Ja, maar als je nog niet kunt zwemmen, dan is het altijd nog gevaarlijk om dat zomaar in 1 keer in de zee te gaan doen. Want het lijkt mij dat ook de zee kan grillig zijn, dat er toch echt ongelukken kunnen gebeuren. Ja, klopt. Ja. Klopt. Dat gebeurt ook wel af en toe. Niet alleen maar in de zee, maar ook in de pool, weet je, in de zwembaden. Dat kan ook gebeuren. Ja. En ik heb altijd maar dan het beeld ook van, dat zijn ook kinderen die waarschijnlijk nooit het eiland verlaten om op vakantie naar het buitenland te kunnen gaan. Ja, dat hebben we ook hier zo heel veel. Ja. Want zoals ik al zei, de gezinnen zijn groot. Ja. En tickets, vliegtuigen kosten ook heel veel. Ja. En dan gaan ze eigenlijk inderdaad alleen maar hier op Bonaire blijven. Maar we proberen ook activiteiten met deze kinderen ook te organiseren. Omdat dan kunnen ze ook even weg. Weet je, in de thuissituatie gewoon even relaxen. Ja. Bijvoorbeeld kampen of naar de strand zelf. Maar dan kunnen ze gewoon even leuk, gezellig iets anders doen. En geld is dan best vaak een probleem. Ja,
ook voor jullie om dingen extra te kunnen doen. Ja, eigenlijk. Geld blijft een probleem. Altijd een probleem. Ja. Terwijl, daar ben ik van overtuigd, er genoeg mensen zijn, ook mensen die hier wonen, die het geld misschien wel hebben en ook best wel willen geven. Want geven is fijn om te doen, hè? Want dan doe je iets goeds gewoon. Maar mensen durven niet zo vaak geld te geven, omdat ze denken, ja, waar komt het dan terecht? En dat is nou een beetje de taak van kinderhulp, dat ze geld durven te vragen voor de kinderen die het hard nodig hebben, maar ook de garantie geven dat het goed terecht komt, want wij controleren het wel. Ja, en ik denk deze project is eigenlijk het allerbeste project om eigenlijk geld erin te investeren, omdat zwemmen is heel belangrijk. Ja. En als je van jong leert, dan weet je, dan is het daarmee eenmaal klaar. Ja. Louise, waarom, dat kun jij denk ik goed samenvatten, waarom is zwemmen voor kinderen zo belangrijk? Nou, zwemmen is gewoon ontzettend belangrijk op meerdere manieren. De gezondheid. Iedereen weet dat zwemmen natuurlijk heel gezond is. Omdat in het water heb je geen last van de zwaartekracht. Voor de ontwikkeling van de kinderen. Je bent een stuk vrijer als je kan zwemmen en je gaat een dagje naar het strand. En je wil daar spelen met je vriendjes of vriendinnetjes. Als je dan kan zwemmen, dan kan je lekker je gang gaan. Daarnaast is het voor sommige kinderen heel leuk om te gebruiken als prestatiesport. Dus denk aan waterpolo, wedstrijdzwemmen. En beroepen is ook wel belangrijk, want we hebben natuurlijk de douane, de politie, de brandweer. En zij moeten ook allemaal diploma's hebben om de opleiding te kunnen doen. Ja. Dus vandaar is het ook echt belangrijk dat kinderen diploma's halen. Ja. Dus en jullie zijn ook gecertificeerd om die diploma's te mogen. Ja, waar is dat diploma zwemmen? Ook in het zwembad? Of in... Nee, het diploma zwemmen vindt plaats in de zee. Dus eerst leiden we de kinderen op totdat ze zo goed zijn dat ze de zee in kunnen. En daarna gaan we naar de zee toe en daar zullen ze dan hun diploma halen. Zodat ze allebei de manieren kennen. Dus het zeezwemmen en het zwembad zwemmen. Ja. Zout en zoet. Nou hadden we net in dat gesprekje met Sereda dat zwemmen zo duur is, die zwemlessen. Ja, dat klopt. Maar dat uitging van dat je 50 lessen nodig hebt om tot het diploma aan te komen. Maar is het altijd 50 lessen? Nee, het is een gemiddelde wat genomen wordt. Het duurt in Bonaire ook iets langer voordat je leert zwemmen. Bijvoorbeeld als in Nederland, omdat wij ook nog de zee hebben. Dus wij zwemmen af in de zee. Maar kinderen moeten wel extra veilig zijn voor we ze natuurlijk in de zee gooien. Want anders dan moet wel goed opgeleid zijn. Ja. Dus het duurt iets langer het traject. Het voordeel is wel dat kinderen die bijvoorbeeld diploma A hebben heel snel naar diploma B gaan. Dus dat is het voordeel ervan. Ja. En het ligt ook een beetje aan de leeftijd. Want we beginnen dus veel met kinderen vanaf 4 jaar. En vanaf 4 jaar dan zijn de kinderen een stuk kleiner. Dus het duurt wat langer voordat ze het leren. Maar we zien al bijvoorbeeld bij het schoolzwemmen, dat zijn kinderen van 9, 10 jaar. Die leren alweer een stuk sneller. Die leren binnen een jaar al zwemmen. En sommige kinderen kunnen het al, alleen hebben geen geld ervoor om een diploma te halen. Met die getallen zijn we aan het rekenen gegaan. Want we moeten het echt in beeld hebben. Wat hebben we nou nodig? Ja, en hebben we toch een soort gemiddelde genomen van 30 lessen zou voldoende moeten zijn. Ja. Ja? En dan komen wij op toch nog steeds een kostenplaatje van ongeveer $300 per kind om tot dat diploma aan te komen. Ja. Nou is het ook wel zo dat wij inmiddels een beeld hebben al hoeveel kinderen er mee gaan doen. Ja. Of zich opgegeven. Je kan je niet zelf opgeven, maar via de wijkcoördinator namerken zegt, dat zijn er 68 kinderen. Ja. Van die 68 gaan we nu binnenkort al beginnen met 2 groepen bij jou. Hoeveel kinderen zijn dat? We gaan beginnen met 2 groepen van 8 kinderen. Dus dat zijn totaal 16 kinderen waar we mee starten. Ja. En we zullen beginnen met de wat oudere kinderen. Zodat we hebben sinds 2 jaar weer schoolzwemmen in het programma. Ja. En dat wil zeggen dat de kinderen boven groep 6 op dit moment, die kinderen vallen af om nog een diploma te halen. Dus we zullen beginnen met kinderen boven de 13 jaar. Maar dus kinderhulp kan al bij jullie de opdracht nu neer gaan leggen om te beginnen. Ja. En ik heb ook gezegd, kan dat dan? Maar ik weet inmiddels nu dat kinderhulp nu al bij elkaar een bedrag van $8.000 heeft gekregen. Van onder andere het Armoedefonds uit Nederland. En ze hebben toen in samenwerking met Red Band Willis een benefietconcert gehad met Sanne Hans van Miss Montreal en haar moeder. Dat levert toen ook nog bijna $3.000 op. Dus dat eerste geld is er. Ja. Maar met dat eerste geld kunnen we nooit die 68 opleiden. Nee, want iedereen kan rekenen dat dat te weinig is. Ja, dat is helaas wel te weinig. Ja. Hoe komen we aan meer geld? Ja, sponsors. Vragen, hè? Ja. Vragen. En vragen doen we bij deze. Kinderhulp heeft ook een eigen website. Ja. Dat is www.kinderhulpbonaire.nl. Daar vind je alle informatie. Daar vind je ook alle informatie over jouw school. Maar misschien zitten de mensen te kijken en zeggen, ja,
Ik kan het zelf wel betalen, maar waar moet ik heen voor? Hè? Voor de zwemlessen? Kan ook via die website. Een laatste puntje nog. Als die kinderen die les worden gegeven bij Hillside. Hillside, ja, precies. Dat is ja, voor het ene kind wel ver weg, maar voor kinderen uit Ringkong is het wel ver weg. Ja, precies. Terrecord is ook best wel een eindje rijden. Daar zaten we vreselijk mee, want die kinderen, ik weet zeker, die ouders hebben vaak geen auto. En een oom die gaat ze misschien één keer brengen en de tweede keer niet. En dan staat het kind te wachten en dan gaat het en de zwemmen weer niet door. Dus dat vervoer is zo ontzettend belangrijk. Maar als je het gaat doorrekenen, vervoer bijna net zo duur als het hele zwemmen. Dan moet je taxis laten rijden. Dat gaat goed nieuws. Ja. Ik ga hem straks nog even spreken. John en zijn vrouw Jennifer van Voyager Tours op Bonaire. Die doen ook al die cruiseschepen, die tours allemaal. Die heeft zo'n ontzettend stoere Hummer. En die gevonden kinderen vanuit huis te gaan ophalen, naar het zwemmen te brengen en weer netjes thuis te brengen. Zodat we ook een beetje discipline hebben. Ja, geen pottenkijkers bij jou erbij, geen allemaal vriendjes erbij. Gewoon hard werken, leren zwemmen, op tijd bij die auto staan en gaan ervoor. Super. Jij bent er ook helemaal klaar voor? Zeker, kom maar op. Wij ook. Nou ja, ik zal niet. Wij mogen vragen, maar alsjeblieft ga naar de website van www.kinderhulp.bonaire en nou, $300, hè, zwemdiploma. Maar je kan ook met z'n tienen $300 bij elkaar. Ik durf het te vragen, maar ik zal er niet over zeuren, maar het is heel noodzakelijk, hè? Ja, zeker. Ik heb net ook gehoord dat de politieke partijen, die komen straks nog en die gaan ook vertellen over armoedebestrijding is nummer 1 eigenlijk hier op het eiland. Laten wij dan daar een beetje mee helpen. Ja, en er staan nog 50 kinderen op de wachtlijst, toch? Ja, dik. En ik ben bang na deze uitzending komen nog meer kinderen op de wachtlijst. Geef niet. Hoe kunnen die kinderen zich opgeven? Kinderen kunnen zich niet opgeven. Kinderen kunnen zich niet opgeven via de website. Want ik zeg, ik ga niet zitten controleren of je wel of het geld niet hebt. Nee. Daar zorgt die wijk, dat heet de integrale wijkaanpak Bonaire. Dat is een onderdeel van zorg en samenleving. Dus overheidsinstellingen. Die weten dat. Die maken die keuzes. En wij zorgen dat ze kunnen zwemmen. Oké, dank dat je er was. We gaan nu even terug naar Corjan voor zijn volgende recept. Wacht. Ik zie net uit mijn ogen dat John, de man van de Voyager, binnenkomt. Dan wil ik hem echt gauw even bij hebben. John, kom even bij. Oh, Leo. Ja, nou, je hebt misschien een stukje van ons gesprek. Ik zag je net niet aankomen. Ik denk, dan ga ik straks jou wel filmen. Maar je bent er nu. Ik ben er, ja. Dus nog even voor de kijkers thuis. Ik heb het net al gezegd. Een van de meest essentiële dingen is ook halen en brengen. En jij gaat dat doen. En dat is echt zo immens goed. Want ieder ritje die jij maakt, betekent dat we weer meer kinderen kunnen zwemmen. En ja, een beetje rare vraag. Waarom doe je dit? Wij als bedrijf willen heel graag voor Bonaire wat betekenen. Voor ouderen en voor kinderen. Vanaf het eerste uur dat wij hier waren, 2006. En wij doen steeds wat dingen voor kinderen. Dus Leo, je hebt me gevraagd en ik vond het een hele mooie initiatief. Om in ieder geval wat wij willen voor kinderen en ouderen wat doen. In dit geval jongeren. Om op te halen thuis en naar de zwemgelegenheid. De Hillside. Hillside toe gaan rijden. Ja. En we hebben een hele stoere Hummer. Ja. Er kunnen 11 kinderen. Die zien we trouwens even nu. Oké. Ja, die snijden we nu. Die zien we nu. Oké, mooi. Nou, zo'n stoer ding. Ja, inderdaad. Is het ook. Ja. 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 Ik denk dat dus wij doen het heel graag voor als bedrijf om in ieder geval ons bijdrage te leveren aan de gemeenschap. In dit geval de kinderen op Bonaire om te leren zwemmen. Want ik kan het niet. Jij kan het niet? Nee. Nou, dan dus zorgen ik heb, we voor ik een gatles. Ik heb 30 lessen nodig om te kunnen zwemmen. Nou, laten we het af. Als je er zin in hebt. En dan doen we de diploma-uitreiking hier bij Prins en Babbels. Ja, goed idee. Wij gaan verder met Corjan naar zijn volgende kookronde. Ja, Leo, ik ga een gerechtje met Wahoo maken. Ik denk dat die Wahoo ook zwemleschap gehad met Splash. Want het is een van de 3 snelste vissen ter wereld. Hij kan 78 km per uur zwemmen. Het is echt een jaagvis. Wil ik een gerechtje à la Graaflax. Graaflax betekent begraven zalm. Dat ga ik dan op met Wahoo doen. Natuurlijk een lokale vis van Bonaire. Iets van maakt van Bonaire. Dus ik heb echt Bonaire zeezout. Het is natuurlijk geen zakje zomaar volgeschept van zo'n grote hoop, maar het is wel een beetje schoongemaakt. En dat ga ik dan mengen met suiker. De verhouding is 110 gram zout en 100 gram suiker. Dat is de marinade voor de Wahoo.
Even lekker mengen. En doe ik dan dille door. Dille is een mooi kruid voor vis. En het trekt ook allemaal lekker in de, qua smaak in de vis. En het zout en het suiker zorgt dat het op smaak komt, maar ook het vocht eruit trekt. Dat is ook een soortje verduurzame procedé. En dat moet dan 8 uur lekker marineren, onder druk. Want vroeger deed ik het begraven in zand, vandaar graaft, begraven. Maar ik doe het gewoon met een pak ananassap, ik zet ook lekker druk op. Dus ik heb mooi gefileerd, de wahoo. Dan leg ik het op een bord. En dan ga lekker grof de marinade op. Ik kan het lekker intrekken. En dan kan het in de koelkast voor 8 uur lang. Ik heb het natuurlijk voorbereid. Want ik krijg maar een paar minuutjes van Leo zijn tijd. Dus het zit er dan zo uit. Dat doet nog steeds zijn werk, maar nog 2 uur langer. En dan maak ik ook een sausje ervan. Want er komt een soortje lekvocht uit. Hier is het vocht van de wahoo. Heel zout en suiker, lekker op smaak. En dan ga ik een sausje maken met mosterd. Dat is een mooie combinatie. En crème fraîche voor het frisse. Even lekker roeren. Dus als je het eet is het echt een dubbel zout effect, maar ik vind het heerlijk. Doe ook een beetje deel er nog door voor de kleur. Kijk, het sausje. Maar kijk, dat komt er dan zo uit te zien. Na is natuurlijk het vocht uit de vis. Dus dan krijg je een stevige vis. En dan kan je mooie plakjes van snijden. Dat heb ik natuurlijk voorbereid. Kijk, ik kan als voorgerechtje. En dan gaan we dan de saus overheen doen. Lekker brood erbij, knapperig brood. Heerlijk. Nou, we horen natuurlijk niks weg, want als je de wahoo fileert, zit er op de graad altijd nog een stukje vis. Dat heb ik er afgeschraapt. Dan heb ik lekker aangemaakt met sojasaus en gepaneerd in sesamzaadjes. En dan heb ik een leuke truffel van wahoo. In combinatie met gemarineerde wahoo en mosterd dillensaus met crème fraîche. Ik zou zeggen, smakelijk. Koriander ziet er allemaal weer heerlijk uit, zeg. En ook hier geldt weer dat al deze recepten zijn te zien op drinksandbubbles.nl. Dan zijn toe aan de zendtijd voor politieke partijen. Dat klinkt echt serieus, is het niet? Ja, ja precies. Want op 20 maart, dat is over een paar dagen al, dan gaan we allemaal, hoop ik, massaal naar de stembus. Maar een heleboel Nederlanders hier hebben nog niet goed kunnen volgen wat nou eigenlijk de standpunten zijn van de politieke partijen. Alle pamfletten, alle programma's zijn allemaal in papiaments. En helaas, ik kan roepen, mita sinja papiamentu. Maar dat is ook alles wat ik kan zeggen. En heel veel mensen spreken die taal niet, begrijpen ook niet wat er gezegd gaat. Vandaar deze zendtijd voor politieke partijen om in het Nederlands in het kort te gaan vertellen waarom we zouden moeten stemmen en waarom we op hun moeten stemmen. Nu komt het kleurtje erin. Blauw. Toch? Ja. Sanne Meijer. Die heb ik nog niet voorgesteld. Een van de jongste, denk ik, in de Eilandsraad. Ja. Als je in de Eilandsraad komt. Ja. De kans is natuurlijk best groot, want je bent behoorlijk campagne aan het voeren, moet ik zeggen. Wie kent je niet? Daar is ze weer, Sanne komt op voor die 5000 zwevende kiezers. Is jouw standpunt ook, hè? Laat ze niet liggen. De wekker gaat nu aan op 3 minuten. Jullie hebben allebei dus, ja, eigenlijk maar 1,5 minuut. Hij loopt. Ben jij? Ja, ik zal vast beginnen over onze partij. We zijn een partij die 6 jaar geleden is ontstaan. Juist omdat we het niet helemaal eens waren met wat er was in de politiek. Een kandidatenlijst met capabele mensen die in de laatste 5 jaar ook heel veel ervaring hebben opgedaan in de politiek, maar ook in het samenwerken met Nederland. En zeker weten van wat wij willen en hoe wij dat willen bereiken. En wat een van onze belangrijkste punten is, dat wij samen een plan moeten neerleggen van hoe wij Bonaire willen zien over 10 jaar. Hierbij rekening houden met de economie, sociale ontwikkeling, zeker natuur, cultuur behouden. En dat allemaal in balans. Dus niet te veel groei van een aantal inwoners. Niet zomaar allemaal cruiseschepen, maar juist bekijken van hoe behoud je een goed balans tussen economie, ontwikkeling, sociaal. En hierbij zeker een belangrijk punt is die armoedebestrijding. Hoe krijgen we die minimum
op papier dat we dat hebben, dat mensen zeker weten dat ze het eind van de maand kunnen halen met wat ze hebben. En dat is voor ons heel belangrijk en daarbij hebben we dus een hele sterke lijst met kandidaten. Nou, je ziet op 21 Sanne, dat zal je zeggen dat is pas op 21, maar het is gewoon een hele sterke, goede kandidaat. En zo hebben we er nog 34 anderen die die klus kunnen klaren als wij de kans krijgen om goed te regeren in de komende 4 jaar. Ja. Dus. Ga ik verder. Een punt waar ik het over wil hebben is dierenwelzijn. Dierenwelzijn is ook een belangrijk punt. Ik vind dat jongeren zo jong mogelijk geleerd moeten krijgen hoe om te gaan met dieren. Denk aan bijvoorbeeld op school, een diertje in de klas die ze elke dag gaan verzorgen. In de vakanties meenemen naar huis. En de NPB wil handhaven dierenmishandeling en de wetgeving aanpassen. Het toerisme vind ik ook belangrijk op het eiland. Dit kan met behoud van cultuur en natuur. De toeristen moeten gewoon goed geïnformeerd worden wat wel en niet kan op het eiland. En ook onze tourguides moeten gecertificeerd worden. En hier moet ook toezicht op gehouden worden. Dan vind ik, ik ben zelf een jonge ondernemer. Dus ik vind ook dat de jongeren gecoacht en gestimuleerd moeten worden in het ondernemerschap. En hier, ze moeten wat meer gemotiveerd worden hierin. Dus dat vind ik ook een belangrijk punt. Ja. Hebben we nog tijd? Je hebt nog, je hebt nog een. Klein applausje. Mooi gedaan. Hé, fantastisch. Nee, goed, helder. Helder. En leuk, ja, ik ga geen debat in, maar een paar dingen wil ik toch niet. Dit programma, eerste item van dit programma, hebben de mensen al gezien. Dat ging over armoedebestrijding. Ja. Wat de mensen ook al gaan zien nog, is over hoe wij met dierenlot bezig zijn, ook met het beschermen van de dieren. Dus twee dingen die in deze uitzending allemaal terug gaan komen. Nou, mooi. Bedankt. We hebben het allebei goed over gehad. Je hebt er goed over gehad. Dank je wel. Goed. Aan tafel nu Suzanne Todé. Ja. Zij is een nieuwe partij van de URB. En URB staat als Union Revolution Bonaireano. Dus we hebben ook in ons midden een revolutionaire partij. Maakt mij erg nieuwsgierig. We hebben gewoon de wekker gaan we zetten op 3 minuten. Revolutie in 3 minuten. Wauw. Tijd gaat nu in. Ja, hartelijk bedankt. Goedendag. Ik ben Suzanne Todé van de Union Revolution Bonaireano. Wij zijn eigenlijk voor de, laten we zeggen, de unie, eenheid tussen politiek en bestuur van Bonaire met de Bonaireaanse bevolking. Ook in het bestuur, dat er meer eenheid is tussen de politieke partijen. En zo ook eenheid met onze buurland-eilanden. En internationaal ook met de hele wereld. Revolution, revolutionair staat voor een drastische verandering in de actuele situatie van Bonaire. Zodat eigenlijk meer, dat, laten we zeggen, dat de lokalen meer voordeliger uitkomen uit de situatie. Uit de structuur, van de stadkundige structuur, ja. Ik heb nog tijd over. Oh, ja. Ja, je hebt 2 minuten. Pak hem. Is goed. Wij staan ook voor de zelfbeschikkingsrecht, gebaseerd op de solutions van de Charter, United Nations. Ja. Zodat de artikel 73, zodat Bonaire eigenlijk zowel politiek als bestuurlijk gezien meer zelfbeschikkingsrecht kan krijgen. En zo ook meer aan de professionalisme van onze lokale mensen kan werken. Zo ook wat betreft in het onderwijs, justitie en gezondheidszorg. Veel meer lokale professionalisten hebben. En zo automatisch ook de economie. De economische ontwikkeling van Bonaire kunnen bevorderen. Door middel van de lokale mensen. Dus automatisch, wanneer je op al deze, laten we zeggen, deze onderwerpen werkt. Dan krijg je op den duur dat de Bonaireaanse bevolking zelf automatisch, zonder, laten we zeggen, te zeker te zijn dus, naar de zelfbeschikkingsrecht kan komen. En automatisch, ja, zodat wij allen ook opleiding en dergelijke meer op ons kunnen, zelf kunnen. Power to the people of Bonaire. Ja, zodat onze mensen zelf roelen en dealen kunnen. En ja, automatisch moet het een dag kunnen. Het moet gewoon, ja. En die stem willen jullie gaan vormen in de Eilandsraad? Ja. Dus moet er een plek komen? Er moet een plek komen, want het moet gewoon.
Het moet Bonaire. Op wie moet de kijker gaan stemmen? De kijker moet stemmen op de lijst nummer 8 tot D. Dat is Union Revolution Bonaireano. En massaal stemmen op de lijst. Zodat Bonaire zeker wat betreft een eenheid kan vormen met de rest van de wereld en niet alleen maar Nederland. En ons onderwijs, justitie en gezondheidszorg ook in de handen van de lokale mensen kan komen. En zodat we zelf kunnen roelen en dealen op Bonaire. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppie bon, toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? En welkom weer terug bij Runs en Babbels. Wij gaan verder met onze zendtijd voor politieke partijen. En aan tafel heb ik nu zitten klaar Kevin Todé van Terra Nobo. Je hebt gezien hoe het werkt. Een kookwekker, 3 minuten. De camera is helemaal voor jou. Ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Ga je van? Ja. 3 minuten. Nou Kevin, de kookwekker staat klaar. Ik zet hem op 3 minuten. En jouw tijd gaat nu in. Hey, bon dia. Ik ben Kevin Todé, lijsttrekker van partij Terra Nobo. Wij als partij Terra Nobo staan voor een nieuwe tijdperk. Wij staan natuurlijk voor het volgende sociale Bonaire, democratische Bonaire. Een gezond ontwikkelde Bonaire en broeiende Bonaire. Maar natuurlijk staan wij ook, na al die programma's die wij hebben, staan wij ook voor een referendum. Als partij Terra Nobo zijnde staan wij voor een democratische Bonaire, waar de Bonaireanen zich stemmen zouden kunnen laten horen. En de keuze die wij zouden moeten maken als regering zijnde, ook naar de bevolking, zouden kunnen luisteren. In samenwerking met de Bonaireanen zouden wij in richting moeten gaan, als Bonaireaan zijnde. Hierbij zouden wij als Terra Nobo zijnde een referendum zouden willen aanbrengen, zodat wij als Bonaire in richting kunnen gaan. En keuze maken wat voor structuur zouden we willen brengen voor Bonaire. Na 4 jaar, na 2015, hebben we gemerkt dat het gaat steeds slechter met de bevolking van Bonaire. We kregen verschillende manifestaties in het apparaat, publieke apparaat, de regering. En daarbij willen we ook een goede, gezond, een sterke en stabiele regering brengen met als Terra Nobo zijnde.
Het is natuurlijk dat wij ook merken dat er is een bestuursakkoord getekend met Bonaire. En natuurlijk, dat is ook een van de punten waar wij sterk aan moeten gaan kijken. Wat zouden we willen doen als Eranobe zijnde met een bestuursakkoord? Het bestuursakkoord die is al een programma voor ons als Eranobe zijnde. Die is geïmplementeerd om ermee te regeren. Wij als Eranobe zouden verandering willen brengen in het bestuursakkoord. Versterking en uitvoeringskracht, integriteit en sociale huisvesting, vrije uitkering, immigratiebeleid, vertegenwoordiging Bonaire in Den Haag. En hierbij zouden wij ook weer terug willen gaan aan de democratische keuze van de volk. De volk betrekken bij het keuze waarbij hun als Bonaire zijnde het keuze moeten gaan maken en zijn stem laten horen als Bonaire welke richting ze willen gaan. En wij staan ook voor de recht van... Maak je zin gerust af. Maak hem af. Wij staan ook. Ja. Oké, wij staan voor de bevestiging van het... internationale bevestiging van het Verenigde Naties. Helaas, de tijd zit erop. We moeten gestreden zijn. Maar ik moet zeggen, wat je vertelt is overduidelijk. Ja. Ik denk dat ik een half uur door kan praten. Maar wat je gezegd hebt is de essentie. En ja, je hebt veel dingen te zeggen, maar de tijd... 3 minuten is 3 minuten. Maar het volk... Ja. Beslist. En dan zijn wij weer zover dat we door kunnen gaan met de zendtijd voor de politieke partij, nummer 4. Zij is van de UPB en heeft al eigenlijk de afgelopen 4 jaar ook al meegewerkt in de Eilandsraad. Jazeker. Ook het hele bestuursakkoord meegemaakt. Meegetekend. Dus de kijker is natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wat jullie plannen zijn eigenlijk weer voor de komende 4 jaar met de UPB. We doen het net als bij de andere gasten, we zijn een kookprogramma, dus we hebben een kookwekker. Die kookwekker zet ik op 3 minuten en 3 minuten is dat straks jouw camera. En je mag zeggen wat je wil, in de hoop dat ze dan ook op jou gaan stemmen. Dus doe je best. Even wachten. De tijd gaat nu in. Succes. UPB is een christendemocratische partij, zeer sociaal bewogen. Ze heeft een traject van 50 jaar, 23 oktober bestaat de partij 50 jaar. Heeft veel energie gestopt in het reorganiseren van de partij met nieuwe kandidaten. UPB staat voor samenwerken. UPB staat voor continuïteit. Ofschoon de afgelopen 4 jaren periodes waren waarbij het echt heel moeilijk was in de raad. UPB heeft toch bepaalde doelen kunnen bereiken. Eén daarvan is eindelijk is onze verkeersverordening door. Het gaat in werking per 1 augustus. UPB heeft gezorgd dat met ondersteuning van de raad uiteindelijk begonnen is met het volkshuisvestingsproject. Waarbij de eerste woningen, ze zijn al meegestart met de bouw. Middels de steun die UPB gegeven heeft door het raadsbesluit op te stellen en achter de stichting te staan en dat die zodoende de fondsen kon verwerven en dat de bouw gestart is. UPB heeft een hele realistische partijprogramma. UPB staat achter Blue Destination. UPB staat voor duurzame ontwikkeling. Het partijprogramma, het maatschappelijk sociaal blok, dat houdt in dat de preventietaken, die worden nog meer uitgebreid. Tenminste, dat is ons streven. We hebben al, het is ons gelukt, UPB is het gelukt om uitbreiding van de preventietaken, met name de mammenonderzoeken, die gaan, het pilotprogramma, die gaat van start per 1 april. Dus zometeen begint dus op structurele wijze de oproep voor mammenonderzoeken. UPB in zijn partijprogramma kijkt UPB zeker naar de generatie, de jonge generatie. We streven naar een rookvrije generatie. We streven om met voorlichtingscampagnes het problematisch alcoholgebruik te reduceren. UPB kijkt naar de ouderenzorg. UPB streeft om de eenzaamheid onder de ouderen tegen te gaan door middel van bijvoorbeeld de aanleunwoningproject.
UPB heeft aandacht voor armoede. En maak hem af. UPB streeft ernaar om herstructurering van het sportbeleid. De toptalenten moeten op Olympisch niveau kunnen trainen. UPB is een goede keuze, is de beste keuze. Als u gaat stemmen, stem op UPB. Feiten en bewijzen, aan de slag met UPB. De leiders zijn! Top! In de zendtijd voor politieke partijen op Bonaire, nu dan de hekkensluiter, Clark Abraham. Fijn dat je even, druk allemaal met debatten overal, ja. En fijn dat je even hier aanwezig kunt zijn, want over 3 dagen is zover, hè? Ja, het is zover. 3 dagen hebben we inderdaad de verkiezingen en dan mag het volk weer aan de zet. Is het volk aan de zet, precies. Hey, het is een koopprogramma, dus jij bent de 5e partij, de laatste, in deze uitzending. Ja. Ik heb ook niet meer aanmeldingen gekregen, dus de anderen hadden het niet nodig, denken ze misschien. Kan ik meer dan 3 minuten krijgen dan? Nee, absoluut niet. Iedereen gelijk. gelijke rechten. De kookwekker ga ik op 3 minuten zetten. De camera daar links is de camera voor jou. Je mag ook met mij praten, maar die willen jouw verhaal natuurlijk horen. Ja. Ik luister wel mee en ik zou zeggen, ik zet 3 minuten. De mensen moeten stemmen op jouw partij en de tijd gaat nu in. Nou, het is heel simpel. Kijk, het grootste verschil tussen ons en de overige partijen is dat wij het uiteindelijk wel doen. Kijk, mooie woorden vertellen, ideeën naar voren brengen, luchtballonnen dat omhoog laten gaan zonder een plan, concreet hoe je dat wilt bereiken, is maar een droom. Dus wij zijn een partij van daden. Wij proberen ook dingen uit te voeren. En waar wij de komende 4 jaar aan willen focussen, als we praten over de armoedebestrijding, gaat heel veel mensen de aandacht naar salarisverhoging alleen. Maar dan moeten we niet alleen de salarissen verhogen. Kan wel ook, maar je moet je ook niet te groot doen. Waarom? Want dan ga je ook een disbalans krijgen in de economische sfeer van het eiland. Dan kan je ook eigenlijk inflatie gaan krijgen. Werknemers op een gegeven moment te veel hogere lasten krijgen, dan ga je ook uiteindelijk de salaris of de onkosten uiteindelijk omhoog. Dus wij willen nadruk leggen op kosten verlagen. Als je kijkt naar de rapporten van Nibud of de rapport van Regioplan, dan valt iets op. 75% van het gemiddelde budget van een burger is af te leiden aan 5 onderdelen. Vervoer, huisvesting, kinderopvang, energie en levensmiddelen. Als wij op die 5 punten de kosten kunnen verlagen, en dat kunnen we op verschillende manieren doen, we hebben concrete plannen hoe we dat kunnen doen, dan zorg je ervoor dat mensen meer geld in hun zak houden. Dus als wij zorgen dat de koopkracht sterker wordt, hoeven wij met een minieme salarisverhoging, heb je een veel meer grotere impact. De grootste voordeel daarvan is, voor die 5 onderdelen ben je niet afhankelijk van Den Haag. Dus dan kan je sneller uitvoeren en ook sneller tot besluitvorming en uitvoer komen en resultaten. Bijvoorbeeld een heel simpel punt. Als je over transport praat, op Bonaire, je bent toch wel toegewezen op een auto. Je moet een auto hebben. Ja, de aanschaf van een auto, benzine, heel veel verkeer op het weg. Waarom geen openbaar vervoer, zoals we dat in Nederland ook kennen? Gewoon openbaar vervoer met een dienstregeling, gesubsidieerd, waar je voor een redelijk bedrag gewoon over het eiland heen kan vervoeren. Dat bespaart de overheid ook heel veel geld, omdat uiteindelijk moet je minder in de infra, minder in andere onderdelen die de grote auto-overlast op het eiland met zich meebrengt. Natuurlijk zijn er heel veel andere punten, onder andere welzijn op het eiland. Maar als we over welzijn praten, praten we natuurlijk over welzijn van de mens, van de bewoner. Ook welzijn als product. Er zijn ook meer levende wezens op het eiland, behalve de mens, onze dieren. Kijk, wat doen we daarvoor? Wat doen wij om zorg te dragen dat zij ook een humane of een goede leven hebben en voor gezorgd wordt? Dat mist gewoon heel veel voor. Er is geen, laten we zeggen, wetgeving die daar de bescherming toe brengt, maar ook er wordt niet geïnvesteerd in dat mensen weten hoe zij moeten omgaan met een dier en wat voor, laten we zo stellen, rechten, levensrechten ook een dier zou moeten hebben voor zijn welzijn. Dus daar moeten we in. Daar moeten we dus ook de nadruk op leggen om dat voor elkaar te krijgen. Dit is het. Ja, 3 minuten. Hè? Laatste oproep, even kijken. Nou, ik zou zeggen, ga stemmen. 20 maart. Maak gebruik van je stem. Kies de partij die jij denkt dat jouw belangen behartigt. Daar ben je natuurlijk vrij in. Het is jouw recht, maar maak er zeker gebruik van. Ja? Ik denk dat we met al deze informatie vandaag toch wel een keuze moeten kunnen gaan maken op welke partijen u gaat stemmen. Dus ik hoop dan ook dat die 5 mogelijk zwevende kiezers vandaag voorbij zijn, dat ze gaan stemmen. En ik zou zeggen, veel succes. En we gaan terug nu verder naar Corjan Hogerijden.
Ja, Leo, die kookwekker geldt voor mij ook, want ik heb misschien iets meer dan 3 minuutjes nodig. Hè? Want ik ga een Thaise vissoep maken. We gooien natuurlijk helemaal niks weg. We hebben natuurlijk al de graten van de Wahoo heb ik bewaard. Daar heb ik een lekkere visbouillon van getrokken. En het Thaise heb ik gember gebruikt, citroengras, peper, ui, en citroenblad en knoflook. En dat heb ik lekker meegetrokken in de bouillon. Heb ik een mooie, sterke visbouillon. Daar ga ik dan met room en met kokosmelk ga ik dan lekkere soep van maken. Er zit natuurlijk hartstikke veel smaak aan zo'n vis, dus ik zon het allemaal. En een Thaise smaak en ik maak er nog af straks met rode currypasta. Ja, doe er dan kokosmelk bij. Nou, laat die soep even lekker doorkoken. En dan gaan we binden met roekorrels. Dat is lekker makkelijk. Roekorrels is gewoon van tevoren gemaakte roe op basis van bloem en van boter. En dan krijg je geen klontjes van en dat lukt eigenlijk altijd. Dat zorgt altijd dat het lekker gaat overkoken. Nou, roep gaat pas binden als het echt kookt, dus moet even wachten tot het kookt. En dan kun je precies doseren hoe dik je de soep wil hebben. Ik ga nu koken. Ja, je ruikt de geur al, het is jammer dat het geen geur-tv is. Maar je ruikt echt de gember en dat citroengras. Een citroenblad, heerlijk. Ja, het is natuurlijk de smaak naar je eigen, maar het is natuurlijk een pittig goedje, dat red curry. Maar dat is mooi, gewoon een beetje naar eigen smaak toevoegen. Nou, je kunt de visbouillon ook gebruiken voor sauzen, een lekkere saus bij het vis. Of je maakt er een ander soort soep van, met verse kruiden of met mosterdvissoep. Kan alle kanten mee op, hè? Ik denk dat er nog een beetje meer roekorrels bij kunnen. Maar de tijd van echte dikke soepen is wel over, hoor. Ze mogen iets minder dik zijn, dus ook minder zwaar. Ook een beetje gezonder, hè? Nou, ik had nog een stukje vis over. Heb ik mooi in reepjes gesneden. Heb ik even gebakken. En dat is dan het garnituur voor in de soep. Nou, als je een leuk kannetje hebt, dan zet je bord voor de gas neer. En dan schenk je het mooi aan tafel in. Nog een leuk takje erop. Kijk, mooie cappuccino schuim. En dan maakt de soep lekker luchtig. Alsjeblieft. Aan tafel vandaag wederom Johan van Blerk. De man die ja, echt alles weet over flora en fauna op Bonaire. En vandaag nam hij deze plant. Oh, Johan. Ja, ik was op weg hierheen en ik was eigenlijk van plan om over een andere boom iets te vertellen. Maar toen zag ik de Palo di Brasil in bloei en toen dacht ik van weet je, ik neem bloemetjes voor Leo mee. Ja, gezellig. Ja. Het is namelijk een hele speciale boom voor Bonaire ook. Dit is een van de belangrijke economische bomen voor Bonaire geweest. Op de oudste kaart van Bonaire, uit 1530 ongeveer, staat Bonaire genoemd als Isla di Brasil. En dat kwam door de Brasilbomen die hier stonden. Die stonden overal tot aan de kust. En het was vroeger een hele belangrijke boom, omdat ze hier verf van maakten. Daarom noemen ze hem in Nederland. Verf? Ja. Daarom noemen ze hem in het Nederlands ook verfhoutboom. Verfhout. Dus. Is het ook de verf die gebruikt werd bij de slavenhuisjes? Nee. Want deze heeft wel gebouwen zijn een beetje geelachtig. Hij maakt geen gele verf. Het lijkt, hij heeft hele mooie gele bloemen, maar hij maakt rode verf. En vroeger was dat heel speciaal, want ze maakten de rode verf uit purperslakjes. Ja? En dat was
En toen ze dus ontdekten dat ze hiermee rode verf konden maken, toen was dit een heel belangrijk product. Want in Nederland heb je het rasphuis. Ja? En dat is zo genoemd omdat ze daar dat hout raspen. En als je het hout kookt, dan krijg je een rode verf. Nou ja. Dus dat konden ze gebruiken in de textielindustrie. Konden ze mooie rode kleding mee maken, wat toen heel kostbaar was. En hij komt nog wel veel voor nog op het eiland? Hij komt weer veel voor. Hij okay. is in de afgelopen eeuwen ontzettend veel geoogst voor het hout. Okay, okay. Maar omdat deze boom stekels heeft en een hele gegroefde stam, wordt hij niet altijd gegeten door de geiten. Dus hij komt weer terug. Okay. Bijen, maar daar weet je ook alles van. Zijn de bijen blij met deze plant? Ja, zeker. Deze boom wordt heel erg bezorgd door bijen en andere insecten. Vertel eens over de bijen. Hoe gaat het met de bijen op Bonaire? Ja, op Bonaire eigenlijk heel goed. Ja? Ja. Wereldwijd gaat het met de bijen niet zo goed. Okay. Het bestand van bijen gaat achteruit, zit veel ziektes in. Onder andere door het gebruik van pesticiden. Ja. Maar op Bonaire worden niet zo heel veel pesticiden gebruikt en eigenlijk gaat het heel goed met de bijen. Want jij hebt thuis, waar jij woont, ook een bijenkorf, hoe noem je dat? Ja, meerdere bijenkorf. Ja. Ik heb bijenkasten staan. En hij kweekt dus, kweken. Je verzamelt ook je eigen... Ik verzamel mijn eigen honing, ik verzamel mijn eigen volken. Want omdat het heel goed gaat met de bijen op Bonaire, die bijen die hebben woonruimte nodig en ze zoeken ergens een holle ruimte van ongeveer 30 liter. Okay. En op Bonaire zijn niet heel veel grote holle bomen. Okay. Dus vaak komen ze ergens onder een dak of in een schuurtje of in een oude wasmachine of wat dan ook. En jij kweekt een eigen volkshuisvesting voor de bijen op Bonaire. Ik verplaats ze in bijenkasten. Dus ik heb een heel aantal bijenkasten. Ik denk dat ik er nu ongeveer 20 heb. Okay. En wat ik dus doe is gewoon het volk verplaatsen. Als iemand een bijennest heeft en die wil hem niet meer, in plaats van hem weg te spuiten, want bijen moet je natuurlijk nooit doodspuiten, kun je ze beter verplaatsen. Dus ik zet gewoon het hele volk, inclusief de bijenraad, in raampjes, in een kast. En dan verplaats ik die kast. En dan heb ik er een volk bij. Het volk is het mee eens ook dat je dat doet. Ja, beter dan doodgespoten worden, toch? Dus. Hoe je dat met mensen gaat doen, heb je een volk verplaatsen? Hoe verplaats je zo'n volk dan? Ja, je moet hem, als ik hem in de kast heb gezet, en alle bijen zitten er ook in, want als je de raad allemaal verplaatst en je zet de bijen daar weer op, dan herkennen ze dat gewoon als hun eigen nest. Okay. En dan laat ik ze een paar dagen staan op de plek waar het verplaatst is, zodat ze alles goed vast kunnen zetten in het was. Ja. En dan verplaats ik de kast minimaal 3 kilometer, want anders vliegen ze terug naar de oude plek. Okay. Dus als ik bijvoorbeeld hier een nest zou weghalen, dan moet ik zorgen dat ik meer dan 3 kilometer weg ben. Dan vinden ze de oude plek niet terug. Ja. En dan gaan ze daar gewoon op een verkenningsvlucht en dan wordt dat een nieuwe huis. Maar dat is omdat ze hun eigen raad meenemen. Ja. En hun eigen koningin. Hun eigen koningin. De koningin die blijft op de raad, die vliegt niet. Okay. En de bijen die zijn heel trouw aan de koningin en die gaan er dan niet meer vandoor. En hoe werkt het dan? Ja, bijtjes en bijtjes. Die koningin is een vrouwtje. Ja. Zijn de rest allemaal mannetjes? De meeste bijen zijn vrouwtjes. Alle werksters zijn vrouwtjes. Okay. Darren, dat zijn de mannetjes. Ja. En het enige nut van de darren is eigenlijk het bevruchten van de koningin. Dus die zijn tamelijk nutteloos voor de rest van... Nutteloos. Ja, het is wel heel nuttig, maar de koningin die doet... Al die mannetjes die verzorgen die ene koningin. Precies. En hoe word je koningin? Dat is een hele goede vraag, want dat is eigenlijk wel heel apart. Een koningin wordt gevormd door de voeding die ze krijgen. Okay. Als een koningin doodgaat in een volk, door wat voor reden dan ook, dan kunnen de werksterbijen weer een nieuwe koningin maken. Ze selecteren een doodnormaal larfje van minder dan 3 dagen oud. En die krijgt speciale voeding. Ze bouwen het celletje uit, zodat die groter wordt, zodat een koningin in past. En dan krijgen ze royal jelly, koninginnengelei. En daardoor vormt zich een koningin. Dus in plaats van dat er een werkster uitgroeit, komt een koningin uit. Dus die heeft gewoon mazzel. Ja. Die koningin. En het is niet erfelijk bepaald. Het is gewoon de keuze van, er zitten 10.000-20.000 bijen in zo'n kast en die selecteren ergens 1 of 2 larpjes en die wordt dan een nieuwe koningin. Dat zijn allemaal dingen die je toch niet weet. Ja, het is heel apart. Dit hebben wij gegeven aan natuurlijk onze Corjan. Ja. En die heeft daar een paar speciale dingen mee gemaakt. Zullen we eens kijken wat jullie mee gemaakt hebben? Ja, hartstikke leuk. Laten we even zien, Corjan. Wat heb jij gedaan met de honing? Ja, Johan, bedankt voor de honing. Echt lekker. En ik ga er vandaag bij de rechtjes van maken. Zachte geitenkaas. Daar de honing het gerecht een beetje zachter maakt. Dus mooi geitenkaas. Ik ga een beetje op smaak maken dan met de Bonaire honing. En
een beetje peper en zout. Dan gaan we daar een truffeltje van maken. Dan haak ik die paneer en nootjes. Als het droog is, kun je het nog een beetje zachter maken met rook. Maar deze is redelijk zacht. Puur op smaak maken met honing, peper en zout. Kijk. Het is toch leuk om met producten van het eiland te werken. Extra tintje eraan, hè. Dus is een klein beetje even koud worden in de koelkast. Allemaal gemengde noten, boom, hazelnoten, amandelen. Gemaakt in de oven. Een beetje hakken. Want hoe fijner, hoe strakker die om de geitenkaas komt. Als voorgerechtje. Weer 80 gram geitenkaas. Maar dat is ook een leuk gerecht voor hapjes voor bij de borrel. Verjaardag, dan doe je 30 gram kleine bolletjes. Dan is het gewoon een borrelhapje. Dan kop je handen. Ook in de keukenmachine doen, maar dan wordt het soms echt te fijn. Nou, is een klein beetje opgestijfd. En dan maar met de ijslepel hak ik een mooie ijsbol. En dan van geitenkaas. Even een mooi. Dat hij mooi rondom in de nootjes zit. De champignon truffel ronduit ook een beetje zo grillig gevormd. Dus noem ik het altijd een truffel van geit. Nou, dan doe ik het in een bordje. Rucola bij, ook een beetje noot. Dat komt natuurlijk dan mooi. Dan maak ik een soort net als van een. En je mag die truffel daar mooi in liggen. Komt dus ik ga een dressing maken en dan heb ik eigenlijk mijn rechterhand nodig. Niet zo makkelijk in je eentje, dus ik heb Jonathan, dat is mijn linkerhand van het bedrijf. Die weet alles van inchecken en in de bed and breakfast, alles. Hey Jonathan, hoi. Wil je helpen? Ja. En we gaan een dressing maken voor bij die truffel van geitenkaas met nootjes. Ja. Ik heb balsamico, dat is een mooie azijn. Helemaal binnen nootjes, dus dat gaan we als basis gebruiken. Balsamico azijn. Opgebouwd uit één deel azijn, drie delen. En dan vind ik het om ook de is ook natuurlijk een paddenstoel, past ook in mooi met het hele gerecht. Er is ook een truffeltje, dus een klein beetje truffelolie. Tegenwoordig kan je eidoor ook in pakken kopen. Dat is gepasteuriseerd. Dus het is klaar voor, ja, voor salmonellen bacteriën. Dus, en ik heb natuurlijk nog truffeltappenade. Smaken in één, ja, ja. Één gerecht terugkomen, dat is leuk. Gewoon, of nep truffel van paddenstoelen, een beetje gefermenteerd, een smaakje eraan. Maar wel heel mooi van smaak. Nou, omdat het erin zit, doen we de voornemen, want zout lost dat een beetje moeilijk op. Omdat er dressing bestaat uit olie, en moeilijk op in olie. Van tevoren doe ik het zout erbij. En los het nog op in de vocht en dan los je het mooi op. Ja, peper los de kant eigenlijk van de. Dat maakt niet uit wanneer het erbij komt. Oké. Ik heb ook nog walnotenolie. Ook weer terugkomen. Dus doen we gaan hier zo gewone olie in doen. Zonnebloemolie. Het is naturaal van smaak. Anders wordt het allemaal te heftig. Maar hij doet wel een klein scheutje walnotenolie. Okay. Dus als jij roert, die eidoor moet zorgen dat het vocht van de azijn en de olie mooi geëmulgeerd wordt, mooi gebonden wordt. Dus langzaam gieten, zodat je zijn werk kan doen. Nou, dat is een mooie dressing, mooie dikte. We gaan even proeven. Of niet te zoeken. Nou, die is goed heftig van smaak. Ik zout kan draaien natuurlijk. Ja. Maar ik doe er wel een klein beetje bij op. Geef misschien toch een beetje een krakend gevoel tussen je tanden. Dat is wel leuk van zout. Nou, dan gaan we nog een beetje over de sla doen.
Brood. Die doen we dan ook met die walnotenolie besprenkelen. En doen we even tussen het tosti-apparaat. Ik word lekker krokant. Ja, nu mag je dan je linkerhand gaan uitoefenen als aan de afwasjongen dan. Dat vind ik ook wel leuk dan. Een toosje erop. Mijn volgende gast is Peter Kersenmaker. Welkom. Dank je. Samen met zijn vrouw Patricia runnen zij Fondation Knoeken Kakovers. Maar ik wil eerst beginnen voordat we gaan praten met, ik noem het maar een ode. We hebben gefilmd bij jullie op de locatie. En daar laten we zien hoe jij, je vrouw en al die vrijwilligers dag en nacht klaarstaan voor al die honden, al die katten. En dan zien we die beesten, jong en oud, vaak zwak, ziek, met een handicap. En hoe jullie daar met een ongelofelijke liefde eigenlijk, dat moet je zien. Ja. Daar gaan we eerst naar kijken. Ontroerend, denk ik. Hoeveel honden hebben jullie nou? Hoeveel katten? We hebben ongeveer nu 32 katten en 89 honden. 89 honden. Het is prachtig, als je bij hun binnenkomt, dan gaan die honden eerst allemaal tekeer. Ja. Maar als je eenmaal binnen bent, dan zijn ze weer rustig en dan spelen ze weer met elkaar. Maar jullie hebben wel, hè, jullie zijn niet echt een asiel. Je hebt een hele eigen visie op jullie werk. Kan je die visie in het kort samenvatten? Ja, dat is eigenlijk, wij gaan ervan uit dat dieren ook gevoel hebben en ook een samenleving hebben. Dat proberen we in stand te houden, maar wel met een stukje socialisering, revalidatie, de liefde die ze eigenlijk altijd gemist hebben, ze dat daar te geven. En dat doen we door middel van aandacht, liefde, socialisering, maar ook corrigeren. Sommige honden die zijn zo lang buiten geleefd dat ze eigenlijk niet meer weten hoe ze met de mensen om moeten gaan. Ja. Of zijn zo zwaar mishandeld dat ze het niet meer weten. Ja. En daar kan je ze niet met de harde hand op corrigeren. Dat moet je langzaamaan doen, dat moet je met liefde doen. En dat, en stukje, liefde, dat stukje liefde hebben we net gezien, inderdaad, ja. Hoe dat gaat. Hè? Dat klopt. Ja, dat is heel belangrijk. Maar ook, zodat ik in de reden val. Ik zie ook hondjes loslopen waarvan misschien iedere dierenarts zegt, die is niet meer te redden. En die blijft toch bij jullie? Ja, die blijft toch bij ons. Want vaak is het zo dat er een economische gedachte aan zit. Aan financieel, tijd, aandacht. Geen geld voor een operatie. Ja, weet je, dan eten wij maar een boterhammetje minder. Maar ja. Dat is geen reden om een dier in te laten slapen. Nee. Als je daar goed mee omgaat en ze gewoon verzorgt. Ja. Ja. En ze leert om te gaan met de handicap of ziekte die ze hebben. Ja. Dan lukt dat. Ja. En het gekke is, we hebben honden gehad waar de pootjes van afgezet. Ja. En die zijn als eerste geadopteerd. Ja. Ja. Omdat ze zijn zo lief, zo dankbaar dat je ze geholpen hebt. Ja. En dat merk je. Ja. Ja, jullie zoeken gezinnen natuurlijk, want vol is vol bij jullie. Je zoekt ook plekken, nieuwe ouders voor die kinderen. Ja. Nu heb je daarvoor een luchtbrug met Nederland al, een jaar geloof ik. Luister, we zijn even meegegaan met de camera. Toen jij weer, Happy heet dat hondje. Happy? Je hebt toen Happy naar de douane gebracht. Daar gaan we even naar kijken. Ja. Thank you.
nog een hoop administratie komt daarbij kijken. Er komt heel veel bij kijken. Ja. Voordat een hondje weggaat, moet hij eerst al zijn entingen hebben. Ja. Dan moet hij gezond zijn. Dan moet de sociale training nog in, wat echt heel belangrijk is. Ze leren aan de riem lopen, ze leren de basiscommando's. Dat is allemaal voordat ze weggaan. Mooi. Ja. Ik heb ook een foto van je gekregen hoe ze terechtkwamen bij nieuwe ouders, noem je dat, nieuwe verzorgers. En hij ligt toch helemaal op elkaar, hij ligt helemaal ontspannen daar op die bank, alsof hij al jaren bij die mensen... Hij heeft nou zin volgens mij. Hij heeft nou heel erg naar zijn zin. Ja. Wat ze merken is dat ze gewoon 100% aandacht krijgen. Ja. Bij ons delen ze de aandacht, ze krijgen allemaal aandacht, maar die moeten ze delen. Ja. Daar krijgt hij alle liefde en aandacht in één keer. Ja. En we zijn wel selectief ook met de eigenaren. We zeggen vaker nee als ja. Ja, klopt. Ja. Omdat we zeker willen zijn. En tuurlijk, je ziet ook dat het hondje zich op zijn gemak voelt. En wat we ook doen, we hebben sinds kort Clyde, die is heel lang bij ons opgegroeid. Ja. Dat is zeg maar het ontvangsthondje. De meeste honden die bij ons zitten kennen Clyde. En Clyde loopt lekker aan de riem. Los, op Schiphol. Oh, en die ontvangt dan. Die ontvangt en Clyde was in dit geval ook familie van Happy, toch? Was in dit geval was het. Dus ze kwam zijn zus ophalen. Zijn zus ophalen. Ja, mooi, mooi. Ja, dat was hartstikke leuk. Leuk. Luister. Mooie dingen, lieve dingen. Ja. Maar de realiteit is vaak ook anders. Ja, en ik heb nu geen tijd voor, maar ik wil jou terugzien. Want ik weet, een van de dingen die jullie ook doen, dat is de dierenambulance die jullie hebben van Dierenlot. Die ambulance staat dag en nacht klaar. Dat betekent dus ook midden in de nacht gebeld wordt af en toe, of niet? Dat klopt. Wie belt er dan? Dat kan zijn de politie, dat kan zijn de brandweer, maar het kan zijn ook gewoon zijn iemand die een aanrijding gezien heeft met een dier. Dan gaan wij er, ongeacht hoe laat het is, wanneer het is of waar we zitten, gaan we er gewoon rijden. We hebben twee van de ambulances, we hebben er sinds kort eentje bijgekregen, omdat het gewoon nodig is. Het maakt ons niet uit hoe laat, wanneer, maar zo'n beetje heb hulp nodig. Ja. En die gaat hij ook krijgen. Als het nodig is, dan halen we ook 's nachts de dierenarts uit zijn bed. Ja, helemaal goed. En die is erop ingesteld en die weet dat. Wij spreken af, want wij willen dit zien. Ik wil je heel graag terugzien in de uitzending hier. Ik vraag jou of je, alsjeblieft, want ik wil het zien. Ja, je mag mij ook 's nachts bellen, maar ik weet niet of ik een cameraman 's nachts kan vinden. En dan ben je al te laat. Je moet gelijk gaan. Nee, wij gaan gelijk weg. Zet een camera, leg een camera in je auto. Voor mij is je telefoon. Laat het zien. Dan gaan we de volgende uit. Dan gaan we ook de andere kant. Dus niet alleen maar liefde. Ja. Dat is soms met gevaar, denk ook wel gevaarlijk, dat je dan een mishandelde hond, die ook dan dus noodgedwongen agressief, die is niet agressief, maar die is bang. Die is bang. Dat is heel opgave. We gaan dat zien. Afgesproken? Ja, ik wil nog één ding zeggen. Je wil één ding zeggen, oké. Okay. Ja. We doen niet alleen honden en katten, hè. We doen eigenlijk alle dieren behalve de ezels. Oké. Okay. En ja, als wij de kennis niet hebben, dan gaan we de kennis halen, maar zo'n beestje wordt altijd geholpen. Ja, ik heb begrepen dat je flamingo's, aangereden flamingo's, ook weer brengt naar de mensen die daarmee om kunnen gaan. Ja. Jij kan uren praten. Ik kan ook graag weer. Gaan. Ik zie je gewoon een keer terug. Afgesproken? Afgesproken. Hey Peter, bedankt. Graag gedaan. We gaan door. Applausje natuurlijk, Peter. Door naar Torjan. Ja, Leo, kan natuurlijk wel leuk, maar ik ga toch iets met het verse fruit doen. Ik ga het pocheren. Natuurlijk, omdat ik weer honing van Johan heb gekregen. Dan maak je suikerwater van wijn, maar ik ga het puur met die honing van Johan doen. En als basis altijd een restje wijn in de koelkast. Smaakjes aan toevoegen dat ook weer in het fruit kan trekken. En met sterrenijs. En eentje is genoeg, want dat kan ook overheersen. En te veel sterrenijs is nooit lekker. We hebben een vanillestokje. Steen wordt het zwarte goud ook, dat is hartstikke duur. Dus we doen er eentje ook zat. En doen we mooi het merg eruit schrapen. Dat je die zwarte stuk die in een gerecht mag zien, want meestal natuurlijk altijd aangebracht ook zwarte stukjes. We doen er een citroenschilletje met sap in, een paar draadjes saffraan, een mooie intense gele kleur en smaak, kaneel en natuurlijk de honing. Komen alle smaken in elkaar over. Na het koken, want ik, natuurlijk, het is televisie, ik heb de kookwekker weer staan. Komt het er zo uit te zien. Een mooie stroop. En ik heb dan peren gebruikt. En die peren is echt mooi, een beetje lichtgeel gekleurd van de saffraan. Ik heb perziken. En ik heb een mooi appeltje. Nou, hartstikke leuk. Mooie, volle smaak. Ja, je proeft ook de weer. Dat is natuurlijk wel leuk. Dan moet je het leuk op gaan maken.
Een halve pik, anders wordt het een beetje te veel, denk ik. En dan mag je het klokhuis gewoon zien, dat is leuk, een beetje speels. Nou, dan pers ik erin. Appeltje. En natuurlijk een beetje van het vocht. Maar dat is hartstikke lekker. Een takje voor de kleur. En om het echt lekker te maken doe ik een bolletje vanilleijs erbij. Kijk, naar de uitvoering van deze. Eet smakelijk. En dit was dan de tweede aflevering van Brunch en Babbels. Ik hoop dat u genoten heeft. We zien jullie graag volgende week weer terug. En dan kun je ook komen eten. Dan kun je ook de aflevering bijwonen. En wil je de aflevering nog een keer terugzien, dan kun je altijd kijken op www.brunchandbabbels.nl. Maar ik doe toch ook even een oproep. Ken je iemand waarvan je denkt, goh, die zou ik graag willen zien in ons programma? Een bijzonder mens of een bijzondere stichting of dingen. Laat het programma zijn samen met de kijker. Stuur dat naar info@brunchandbabbels.nl. En de inzendingen die wij ook kunnen honoreren, nodigen we natuurlijk uit als gast bij onze brunch. Dus denk mee, doe mee, geniet mee. Dit was het. Tot volgende week.